Hallo allemaal en welkom bij weer een video waarin ik van random dingen oorbellen maak. En voor deze winter/kersteditie heb ik bedacht om van kerstdecoratie oorbellen te maken. Dus ik ben onder andere naar de Intratuin gegaan en ik heb bijna alles daarvan, behalve deze candy canes, die zijn van Action. Maar verder is alles van Intratuin. Je kan waarschijnlijk deze dingen ook wel ergens anders vinden. Ik heb dus gezocht op dingetjes die licht en klein genoeg zijn om er oorbellen van te maken. En dat is toch best wel lastig, want je zou denken, oh, kerstdecoratie, dat zijn bijna oorbellen, want bij een kerstbal zit er zelfs al een haakje aan en het zijn vaak kleinere dingetjes, maar ze zijn heel vaak gewoon net te groot, net te zwaar, of er zitten batterijen aan, dan moet je ook niet aan je oor willen. Maar ik heb wel een aantal schattige dingetjes gevonden. Ik weet niet per se of ze gaan werken als oorbellen of dat ze toch te groot of te zwaar zijn, maar ik ben wel heel benieuwd of ze werkend kunnen zijn als oorbellen. Ik heb 6 paar dingen in totaal. En ik ben heel benieuwd wat ik van ga maken. Ik heb er zin in. Als eerste heb ik deze schattige mini kerstballetjes. Ik dacht, ja, die zijn perfect. Normaal kan je deze gebruiken in zo'n kerstkrans die je zelf kan versieren. Maar ik ga mijn oren mee versieren. Ze zijn wel een beetje in elkaar gelijmd met een heet lijmpistool. Dus ze zijn niet de beste kwaliteit. Maar ze zijn zo schattig. Komt helemaal goed. Dat is zo cute. Als ze niet uit elkaar vallen, hè? Nee. Ik heb nog even een kniptang nodig. Even stelen van Jessie. Ik heb hier ook haakjes. Het gaat makkelijk zijn. Right. Ik pak even 2 haakjes. Nou, ik ga niet eens moeite doen met de ringetjes. Want ze kunnen gewoon van zichzelf. Ze moeten wel op dezelfde hoogte zitten natuurlijk. Zoiets. Nou, het wordt echt super makkelijk. Oh nee. Oh. Oké, misschien niet super makkelijk. Zal ik hem iets lager doen? Hoger bedoel ik. En dan probeer ik eventjes 2 keer door dat loopje te gaan zo. Ik kan hier niet altijd hard aan trekken, want dan trek ik dat balletje eraf. Eventjes dat loopje wat kleiner maken zo. Nou, dan kan ik hem afknippen. Het kan niet makkelijker. Het is heel letterlijk een kerstbal aan een oorbel. En ik vind dat heel grappig. Dit is mijn humor. Kom aan, door het oogje. Zo, ja. Yeah! Klaar! Dat zijn ze. Ik ga ze proberen. Zo, even deze uit. Vaarwel. En dan mijn kerstballetjes in. Yeah! Nou, geen gewicht is het. Het is helemaal niks. Voelen als normale oorbellen. Nou, niet eens dat. Ik heb amper het idee dat ze in zitten. Zo voel ik ze. Maar gewoon zo vergeet ik dat ik oorbellen in heb, volgens mij. Want ik voel ze niet. Terwijl het best wel bulky oorbellen zijn. Maar ze zijn zo schattig. Kijk dan! Dit is heel letterlijk kersterig, ja. Het werkt. Het is hilarisch. Perfect. Maar ze zijn ook echt wel schattig. Dit soort dingen beginnen altijd een beetje als een grap. Maar dan zijn ze vervolgens serieus leuke oorbellen. Nou, geslaagd. Next. Dan heb ik hier deze decoratieve sneeuwvlokken aan een draadje. Het zijn gewoon witte pomponnetjes. Hoeveel heeft dit gekost? Het is echt gewoon een paar pomponnetjes aan visdraad. En dan bij elkaar geplakt met wat tape en hete lijm. Ja. Anyways, kan ik hem gewoon zo splitsen en dan zo. Oké, wacht. Dat is eigenlijk wel schattig. Het wordt echt een super lange oorbel, maar oké. Kan ik hiervan de tape afhalen? Ja, ik kan ze ook gewoon hier eraf knippen, maar ik heb een klein beetje ruimte nodig om ze vast te kunnen knopen. Dus als ik nou gewoon een klein beetje verder omhoog kan, dan zou dat heel goed meegenomen zijn. Oeh, het lukt me. Ik krijg hem gedemonteerd. Ja! Ik heb gewoon alle tape eraf. Let's go. Dan dit ijzerdraadje eraf. Oh my god. Ik heb hem gewoon uit elkaar gehaald. Let's go. Oh, dit is perfect. Nu heb ik ze precies gewoon in 2. Ik wil allebei dezelfde lengtes hebben. Zo. Dan maak ik daar een knoop in. Zo. Knoopje. Dit is toch cute? Kijk dan. En dat... Oké, je hebt een beetje het gevaar dat je ergens achter blijft haken en dat je ineens je oor doorscheurt. Dus wees voorzichtig. Maar hoe cute is dit? Come on. Nou, haakjes eraan. Als ik ze er gewoon aan rijg, zo. Zou ik ze terug in dat knoopje kunnen doen? Ja, wacht even. Ja, ik ga moeilijk doen. Oké, nu heb ik dus een lusje. Perfect. En dan kan ik hier nu gewoon een extra knoop in leggen. En dan kan ik de uiteindjes aan elkaar vastsmelten. Ik pak eventjes een aansteker. Oh, ik hoop dat het werkt. Oké. Ik ga even gewoon een stukje overlaten. En dan... Oh god. Hoep! Auw! Werkt! Ik heb mezelf een beetje verbrand, maar oké, het werkt. Het zit vast. En het zit ook op mijn vinger. What? Het stond gewoon in de fik! Ik heb het niet gesmolten. Ik heb het in een vlam gezet. Het is niet heel mooi. Maakt niet uit. Het is goed genoeg. Nou, dat proberen we dan ook even aan de andere kant. Verbrand plastic. Plak aan elkaar. Oh my god. Ja, maar oké. Als ik dit nu afknip. Als ik het nu gewoon een klein beetje smelt.
Ze zijn niet heel erg even, maar oké. Zolang de sneeuwballetjes op dezelfde hoogte hangen, vind ik het goed. Ja, ik zal deze nog even vouwen zo. Dat is hier wat netter. Ik ga ze indoen. Voor deze zal ik maar even niet inzoomen, want ze moeten wel op beeld passen natuurlijk. Het lijkt alsof het sneeuwt uit mijn oren. Nou. Wacht, als ik mijn hoodie dicht doe, dan zien jullie het beter. Tadaa. En dan mijn haar erachter zo. Het is best cute. Ze zijn wel zwaarder dan ik had verwacht. Wat weird is, want ze hebben echt geen gewicht, zou je denken. Ja, het lijkt een beetje alsof je haar is bevroren of zo. Ik zou ze nog iets korter kunnen trimmen om gewoon wat praktischer te zijn. Maar tot hier of zo. Zou ik dat doen? Maar dan moet ik het wel even in de spiegel doen. Ik heb ze getrimd. En niet alleen zijn ze veel handiger zo, ze zijn ook gewoon leuker. Kijk dan. Aww, dat is zo cute. Ja, dat is hartstikke schattig. Oké, next. De candy canes. Oh nee, deze is lelijk. Wacht even. Er zit een knikje in. Hier zit ook een knikje in. Hoe snel worden ze al in deze doos geplaatst? Oké, hier. Ik heb ook meteen zin in een zuurstok. Maar deze gaan aan mijn oren. Dit is decoratie. Ik ga gewoon een ijzerdraadje eromheen halen. Ik hou ze wel in het plasticje. Want anders gaan ze plakken zodra ze nat zijn. Ja, dat werkt. Beetje twisty. Zo. En dan moet ik er een oogje aan de bovenkant op maken. De andere knip ik af. Zo. Nou, dan heb je een oogje. Even kijken. Staat hij wel goed zo? Want met het gebogen stukje naar voren wil ik hem hebben. Dus dan moet die zo. Nee, dan zit hij goed. Dat is perfect. Oké, even dit oogje openen. Dit is de voorkant. Die moet zo, ja. Ik ben bang dat hij te zwaar gaat zijn. Dus als hij te zwaar is, dan moet ik hem toch opeten, vrees ik. Oh nee. Hij is zwaar, maar het is te verdragen. Het is niet heel erg. Oké, dan ga ik de andere ook maken. Oké, de andere is gemaakt. Daar zijn ze dan. Dat zijn ze. Het zijn oorbellen. Ja, ze zijn ook eetbaar. Voor het meeste deel dan. Tada. Gaan ze daar automatisch zo staan? Of? Ja. Oké. Ze zien er leuk uit, maar ze zijn wel een klein beetje te groot en een klein beetje te zwaar. Maar hey, ze zijn cute. Oh. En misschien zijn ze toch leuker als ze de andere kant op staan. Wacht. Wat zeggen jullie? Met het haakje naar voren of met het haakje naar achter? Ik heb ook gewoon zin in een zuurstok nu. Dit is ook wel een look. Ik denk dat we best door kunnen gaan naar de volgende. Let's go. De volgende zijn deze schattige... Hoe heet dit? Cocktailglaasjes. Het is ook echt glas. En er zit dus ook een loepje aan waaraan je hem kan hangen. Dus hij hangt zo schuin. Dit is toch schattig? Ik drink niet eens en ik vind het hartstikke schattig. Ik zat dus te denken, wat wil ik hier dan in doen? Ik zat al helemaal plannen te maken om dan eerst glitter erin te doen. En dan een soort van dekseltje erop. En dan dat vastzetten met resin. Maar ja, gaat dat blijven zitten? En als dat gaat lekken, dan gaat het helemaal in de glitter. En dan kan de glitter niet meer bewegen. En dan gaat het ook nog schuin staan. En dan klopt het niet eens meer. Want dan hoort het eigenlijk zo te staan. En dan past het ook niet meer. Dus ik wist even niet meer wat ik hiermee moest doen. Want ik wilde wel iets mee doen. Als ik gewoon een leeg glaasje zo aan mijn oor hang. Ja, wat is het dan? You know? Dat is stom. En toen dacht ik, wacht eens even. Wie zegt dat ik er iets in moet doen wat op een drankje lijkt? Maar ik zag dus net de restjes van de sneeuwdingen die ik net heb geknipt. Ik dacht, wacht, wat als ik dat erin doe? En vervolgens maak ik hier een super schattig sneeuwpopje. Zie dit! Het zit nog niet vast en zo, maar het is toch super schattig. Als ik hem dan zeg maar een beetje draai zo, dan zit er dus gewoon een sneeuwpopje in mijn glaasje. Een beetje half gesmolten. Het is zo schattig. En dan hangt hij dus zo schuin met zijn gezicht naar voren dus. I love it. Dat is zo cute. Dus ik zit nu pompommetjes te verzamelen. Kijk, die kleintjes zijn dus voetjes en handjes. Zo erbij. Oh mijn god. Dus ik ga er gewoon kleine sneeuwpopjes in lijmen. Ja. Ik heb wel even een lijmpistool nodig. En dan kan ik er gewoon van papier even neusjes maken. En erop lijmen. En dan kan ik ook nog oogjes erop zetten met kraaltjes of zo. Het wordt echt helemaal te gek. Helemaal niet moeilijk doen met glitter. Nee. Mijn hele lijmpistool is opgewarmd. Dus yeet. Oh, zo zielig. Een grote bal moet in het midden natuurlijk. Hoeft niet al te veel lijm te gebruiken. Het gaat waarschijnlijk niet super vast zitten. Maar hey, als het gewoon blijft zitten. Ik ben niet van plan om eraan te trekken of zo. Dus goed genoeg. Het hoofdje moet aan de bovenkant. Yeah. Voetjes. Armpjes. Ze zijn zo cute. Oké, dan heb ik hier twee kleine neusjes uitgeknipt. Ze zijn niet echt hetzelfde. Maar weet je, ze moeten een beetje van elkaar verschillen. Anders hebben ze geen persoonlijkheid meer. Zo, neusjes zitten erop. En dan ga ik nu met kraaltjes de oogjes doen. Dat doe ik met een pincetje. Hij zat even vast aan mijn pincet.
Zo, als ik er nog een knoopje op zet. Gewoon twee van die knoopjes. Ja, ik vind het wel. Oh. Ik moet nog streepjes op die wortels zetten. Heel voorzichtig. Ja. Dan ga ik er nu oorbellen van maken. Dat moet met een oogje. Ik weet niet of deze groot genoeg zijn eigenlijk. Oh, nee! No, ik heb hem gebroken. No! Oké. Deze dan. Oh, dat is eng. Maar hij zit. En wat doe ik met deze? Ik ga proberen dit op te lossen met resin. Ik moet iets. Ja, ik kan wel één oorbel hebben, maar dat is zo zielig. Al is hij in zijn eentje. Oeh. Ik heb het dus een klein beetje weten te fixen met resin. Ik weet alleen niet of dit blijft plakken of hoe stevig dit precies is. Maar, you know, het is een volledig rondje. En het werkt voor nu. Dus ik ga ze proberen. Ze zijn wel heel erg schattig geworden. Kijk dan. Dat geluid ook. Oh, dit is te cute. Nou, we gaan ze proberen. Waar gaan jullie heen? Hoezo? Nou, ze zijn zwaar. En ze zijn ook niet comfortabel. Dus, dit was een slecht idee op meerdere vlakken. Stomme, schattige, leuke glaasjes. Maar ja, weet je, dan komen ze straks maar in de kerstboom. Ook goed. De sneeuwpopjes zijn zo verschrikkelijk schattig, though. Kijk ze zitten. Het is te cute. Maar ja, nee, niet aan mijn oren. Leuk, maar nee. Soms moet je kerstdecoratie gewoon als kerstdecoratie gebruiken. Cheers. Door naar de volgende. En ik vrees dat deze ook te groot en te zwaar gaan zijn. No! Sushi kerstballen. Natuurlijk. Kan ik het niet laten. Kijk hoe leuk ze zijn. Met glitters en alles. Kijk die details. Het is te cute. Maar oké, dit moet makkelijk zijn, right? Ik ga even gewoon kaartjes eraf. Ik ga ook even touwtje eraf, als het me lukt. Nee, weet je wat? Ik hou het touwtje eraan. En ik kan eigenlijk gewoon direct een haakje op bij allebei. It's that easy. Oké, het is niet super easy, want ik moet het haakje wel open krijgen eerst. Zo, hoeft niet veel te zijn. Zo. En dan ga dicht. Zo. Hoppa. Dit is sowieso te zwaar. Nou, in de winkel stond ik daar zo van, ja, dit is eigenlijk heel licht. Ja, moet te doen zijn. I don't know, guys. De haakjes zitten eraan. Het is niet super zwaar. Het is ook gewoon lomp. I don't know. Mogelijk is het te doen. We gaan het proberen. Let's go. Het is niet zo zwaar als de glazen. Deze is zwaarder. Nou, hier is de sushi look. Deze is te doen. Deze is niet super zwaar. Deze is wel zwaar. Het ziet er zo raar uit eigenlijk. Maar oké. Okay. Sushi kerstornament oorbellen. Ja, ook een beetje veel, ja. Maar het was te proberen. Op naar de laatste. Deze heb ik expres voor het laatste bewaard. Omdat het zoveel glitter afgeeft. Alles gaat weer onder de glitter zitten. Maar kijk dan. Dit is zo cute. Kleine schattige kerstboompjes. Maar ja, zie dat. Mijn hele hand al vol. Mijn tafel hier. Hallo. Overal glitter. Maar ja, ik heb dus deze schattige glitter kerstboompjes gevonden. Je kan zien dat er al een aantal uit de zak zijn. En dat komt omdat ik ze op een hoofdbandje heb gezet. Kijk eens. Perfect. Dus daar ga ik er nog twee van pakken. Oké, dat clipje moet er dus sowieso af. Maar ik dacht, ik kan ze ook gewoon kort knippen. Ik hoef niet zo'n lange kerstboom aan mijn oor te hebben. Ik kan, zeg maar, als ik hem hier afknip, dan is het nog steeds een beetje de goede schaal voor een kerstboom, you know? Dus, door de helft of zo. Oeh! Ik schoot hem af door mijn kamer. En ik zie echt gewoon een trail van glitter erachter. Zo. Dat is mijn kleine schattige kerstboom. Doen we nog een keer. Kan ik hem naar boven afvuren? Lijkt me wel leuk. Nou, ik heb twee schattige kerstboompjes al. Wordt je haar ook meteen beglitterd als je deze draagt? Mijn tafel wordt zilver in de tussentijd. Maar ja, het zijn nu alleen nog kerstboompjes. Ik wil ze nog versieren. Er zit helemaal geen versiering in. Ja, behalve glitter dan. Maar het zijn gewoon glitter kerstboompjes. We doen er kerstballen in. Zijn deze kerstballen te groot? Eigenlijk wel. En deze mini kruiltjes dan? Die zou ik wel kunnen gebruiken. Oh, lijmpistool. Oh, lijmpistool. Wat moet ik zonder jou? Mijn lijmpistool. Oh, ik wil roze. Roze kerstballen. Kerstballen tussen haakjes. Want het zijn eigenlijk kralen. Aardig gevuld. Zo. Cute. Wil ik alleen roze ballen of wil ik ook rode of andere, I don't know, blauw. Deze blauw is wel mooi eigenlijk. Hier. Yeah.
Weet je, als ik een miniatuurdorpje aan het bouwen was, dan zou dit een van de dingen zijn die ik ervoor zou doen. Kerstbal in de bomen zetten. En dan zijn het kraaltjes in mijn glitterbomen. Oké, de kerstballen zitten erin. Er moet er eigenlijk een kerstster boven, vind ik. Nu heb ik deze sterretjeskralen en ik vind deze gewoon perfect erbij passen. Ik pak eventjes een paar gele eruit. Dit is perfect. Dan kunnen die er zo bovenop. Maar dan moet ik er eerst een ijzerdraadje aan zetten. Dus dat doe ik eerst. Even een haakje eraan maken. Dat er ophaken. Kan ik het eromheen wikkelen? Ja, het ziet er niet heel mooi uit, maar oké. Dan recht naar boven. Oké. Dan even zorgen dat er echt recht bovenop staat. Of zo goed als. Kraaltje erop. Het werkt wel. Ja, en dan moet daar nog een haakje bovenop. Zo. En dan kan er een haakje aan vast. Het werkt! Kan ik met een klein drupje het sterretje nog vastzetten aan de kerstboom. Oh, een klein drupje. Oh my god. Dan staat die altijd goed. Perfect! Dan doe ik dat ook eventjes met de andere kerstboom. En dan kunnen we weer een reveal hebben. Ik doe ook eventjes een drupje lijm op de onderste dingetje hier. Puur zodat het niet in mijn nek kan krassen. Gewoon een blopje lijm. Het laatste paar oorbellen is klaar. Daar zijn ze. Het is tijd voor glitter in mijn haar. Oh, wacht, dat is best schattig. Oh god. Ik had verwacht dat het heel oncomfortabel zou zijn. En dat de glitter en de boom en zo tegen mijn nek zouden scratchen. Het valt wel mee. Ze raken eigenlijk mijn nek niet echt aan. Het is verder niet heel hard of zo. Ze gaan waarschijnlijk wel heel veel glitter achterlaten in mijn nek. Maar hey, dat had ik verwacht. Dit is wel cute. Ik denk dat dit mijn favorieten zijn. Ook gewoon omdat ik hier net zoveel moeite in heb gestoken als met die glaasjes. Maar bij deze zijn het ook echt functionerende oorbellen. Niet te zwaar. Ze zijn lekker licht. Ze zijn schattig. Ze sprankelen. Goeie afsluiter. Het handige is wel dat elk oorbellenpaar dat niet heeft gewerkt, dat nu een veel is, gewoon in de kerstboom kan. Als we erin hebben straks, wat wel het plan is. Maar ik zou zeggen dat er sowieso 3 dik geslaagd zijn. Welke oorbellen vinden jullie het leukste geworden? Laat het me eventjes weten in de reacties onder deze video. En vond je deze video leuk? Geef dan eventjes een duimpje omhoog. Volg me ook eventjes op mijn live kanaal Kitta Live en volg me ook op mijn social media. En check mijn merchandise en mijn webshop. Alle links staan in de beschrijving onder deze video. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei!